Kwakman. Goeie bal. Leonardo. Weet dat VR komt, VR. En ook de eerste actie van Leonardo in deze wedstrijd is op zoek naar een medespeler. Hij weet dat hij komt uit zijn rug. Gillissen. Leonardo. Gillissen. Leonardo. Viergever durft niet echt. Houdt afstand. En dan gebeurt er dit. Kwakman. Ruimte voor het schot is er niet. Hier aangespeeld door Leonardo. En dan komt hij eigenlijk een... Slechte bal. Leonardo. En Slij gaat aan de buitenkant. Die staat op de verkeerde plek. Leonardo. Dit is de eerste serieuze doelpoging. En die verdwijnt naast. Maar de vraag is, gebeurt dat met of zonder medewerking van Celica? Levert zomaar in bij VR. Leonardo. Ja, fantastisch. En dit is ook goed. VR. Drie man voorin. Celica twijfelt. VR. Leonardo. Trappe bal. Gorter kan hem niet lekker aannemen. Amoa. Bal verricht niet. Moeilijk te controleren voor Gorter. Dat wel. Gillissen. Leonardo. VR. Toch weet je zeker dat Leonardo er een keer wel voorbij rolt. Daar gaat hij weer. Nu krijgt hij de vrije trap wel mee. En is Strootman de dader. Meteen geel voor Kevin Strootman. Er staat. Leonardo nu opeens wel met veel ruimte. Slijngaard probeert de achterstand goed te maken. Leonardo snijdt naar binnen, dat is slim. Want dan dwingen de tegenstander tot inhouden. Nu wordt hij harder gestraft. Dan wordt de vrije trap weliswaar op de verkeerde plek genomen. Maar wel snel en mag dat door. En kon het wel eens kostbaar zijn. Celica. Domme overtreding komt. Maar deze actie van Leonardo is allemaal het gevolg van een domme actie van Buren. Leonardo. Leonardo. Gorter. Ruimte voor het schot. Gorter. Schot eruit gehaald door Viergever. Kom. En ik denk dat NAC toch dit keer gewoon doorvoetbalt. De Graaf. Kolka. En daar is hij. En wie maakt hem? Leonardo. Nou zeg. Dat is wat. Nou zijn Spartanen boos. En dat is helemaal nergens voor nodig. Want Spartanen, als die zich al boos maken, moeten zich richten naar de scheidsrechter en niet naar NAC. Het is een situatie terwijl het feestvarken op zijn gemak terughobbelt naar de middenlijn. Die ik al zo vaak heb meegemaakt in het betaalde voetbal. Maar van het simpele feit dat Modul de bal van Zwaanswijk in het gezicht krijgt. NAC speelt verder, Leonardo scoort. En dik 20 minuten. Schilder. Leonardo. Oh, komt er heel mooi langs bij Van Buren. Leonardo, daar heeft hij minder problemen mee dan met Slijngaard. Schilder. Leonardo. Gorter. Leonardo. Goeie combinatie. Is de voorzet dat ook? Jazeker. En Moe kan er niet bij. Strootman verdedigt uit. Veher. Leonardo. De Graaf.
Dat is een ander verhaal. De Graaf. Leonardo. Nat. Leonardo. Polka. Inmiddels om daar een oplossing voor te bedenken. Leonardo. Penders mee. Penders. Leonardo weer geraakt. Het moet zo'n beetje de laatste kans van de wedstrijd gaan worden.